Hallo, ik ben Henry Wijnands, lijsttrekker van Kernbeleid voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 3 maart in de gemeente Eersel zullen worden gehouden. Graag wil ik u samen met de nummer 2 van onze lijst, Suzanne Vonk, in het kort uitleggen waar Kernbluid voor staat en wat wij willen bereiken de komende vier jaar. De kandidaatse raadsleden van Kernbeleid willen graag de verantwoordelijkheid dragen voor de komende raadsperiode 2010-2014 waarbij wij zoveel mogelijk punten uit ons programma willen realiseren. Zo hebben wij getracht de visie van Kernbeleid op de belangrijkste items te vertalen in dit programma. Dit volledige programma is te zien op onze website www.kernbeleideersel.nl. Naast de visie hebben wij ook enkele speerpunten benoemd voor elke kern. Het doel is dat onze gekozen raadsleden op basis van onze visie met de genoemde speerpunten samen met u aan de slag gaan als een echte volksvertegenwoordiger partij die luistert naar inwoners. Daarbij gebruikmakend van de inbreng van de leefbaarheidswerkgroepen en de dorpsraden en de resultaten uit het leefbaarheidsonderzoek, die een goed beeld geven wat de inwoners echt willen en belangrijk vinden. Kernbeleid heeft zich als volksvertegenwoordiger ook de laatste periode stevig geprofileerd. De ontwikkelingen op het E3-strand, uitbreiding meerheden, de hoge gemeentelijke uitgaven het bestemmingsplan Buitengebied, verkeersveiligheid en ook woningbouw zijn maar enkele zaken waarbij kernbeleid een duidelijk signaal heeft afgegeven om zaken ten goede bij te sturen. Helaas was dit niet altijd met het resultaat dat wij wensten. Maar daar zijn dan ook verkiezingen voor om daar verandering in te brengen. Tijd voor verandering dus. Voor de komende periode hebben we, zoals gezegd, ook speerpunten voor elk dorp die we graag willen realiseren. Zo willen we graag dat Eindhoven Airport wordt gehouden aan de bestaande afspraken die zijn vastgelegd in de regionale overeenkomst. En willen we de openingstijden niet verruimen. In onder meer Winterwee is er nog altijd behoefte aan starterswoningen goedkoper dan 180.000 euro. Een fietspad langs de Knechtselse dijk in Duizel. In Vessen een fietspad langs de Meeste de La en een fietspad van Steensel naar Riethoven zijn enkele speerpunten van kernbeleid. In eersel willen we een rotonde op de provinciale weg ter hoogte van de Boeveuvel. En we willen niet dat deze weg wordt gebruikt als alternatief voor de m 69 problematiek Zo hebben we nog meer speerpunten, welke te vinden zijn op onze website www.kernbleideersel.nl. Kernbeleid bestaat uit enthousiaste mensen uit alle kernen van onze gemeente die zich daar graag voor willen inzetten. Uw stem op kernbeleid maakt het mogelijk om ons werk als volksvertegenwoordiger van alle kernen ook in de komende periode voor te zetten. Kies voor je dorp stem kernbeleid.